Oh, Key Jokie. Daily, waarom zegt hij dat ik op de. Hij zegt dat ik op de tiende niet gespeeld heb? Maar ik heb wel een wat? Wacht. Ja. Ik weet niet waarom hij dat zegt. Ah. Uh, Afgeleid. Tunnel. Oh, tunnels zijn altijd leuk. Joppie. Volgens mij zie ik. Um, ja, dit kan echt overal zijn. Want dit, dit is nou niet echt dat je zegt van. Oh. Het is echt heel duidelijk met uh, tekst of wat dan ook weergegeven. Weet je wat we doen? 70. Oké, okay, uh, we gooien hem gewoon even in de versnelling. Hopelijk dat dat een beetje helpt. Volgens mij komt daar licht aan het eind van de tunnel. En, goedemorgen. Ja. Oké, okay, dit helpt niets. Ik heb ik heb echt geen idee wat het is. Um. Ja. Ik, ik heb opgehangen. Oprecht... <laughs> wat het is Uh, ik hoop dat dit Andorra. Oh, dit is een Andorra. Dat zou nooit mijn eerste keuze geweest zijn. Echt oprecht niet. Uh, even kijken. Ik moet heel even de microfoon opzetten. Ja. Canilo. En volgens de dingen zouden we dan. Zou dit hem dan zijn? Dat lijkt me toch niet. we hier nog een tunnel zitten ergens? Um, waar die tunnel hier? Om daar. Het is een rotonde? Het is een nauwelijks een rotonde te noemen, maar goed. Het zou kunnen het zou kunnen dat het hier is. Maar goed, het is. Zeker in de tunnel is dat een stuk lastiger om uh, te bepalen. Het eerste wat ik denk als ik dit zie is Kenia. Maar het kan ook bijvoorbeeld Oeganda, daar wordt trouwens links gereden, dus het zal geen Kenia zijn. Dus volgens mij is Kenia, is, trouwens, ik zeg dat niet, want anders dan heb ik weer gigantisch mis en dan straks van, oh, <laughs> zo cool. Ehm uh, no. uh, misschien toch wel Kenia. Misschien toch wel Kenia. Ehm um. even kijken Uganda Dan is het zeer waarschijnlijk ook Kampala. Want het, tenzij is het het kan nieuwe coverage zijn. is niet heel onwaarschijnlijk. Het hoeft niet per definitie Kampala te zijn. De kans is wel vrij groot natuurlijk, gezien het feit dat. Uh, uh, Haman V. Het lijkt me niet Kampala te zijn. <laughs> Dat is een hele vreemde manier om Kampala te schrijven. Het kan natuurlijk een wijk in Kampala zijn, daar niet van, maar. We zullen eens kijken. Ehm. Um... Lopig lijkt het er niet op, maar op het moment dat ik inzoom, springen er gelijk weer allerlei nieuwe namen tevoorschijn. Dus wat dat betreft durf ik ook niet met zekerheid te zeggen dat het niet zo is. Laten we maar gewoon doorgaan. Misschien ook wel te veel tijd eraan besteed, maar eh. dat is het risico dan. maar. Toch? Was dat. Oh, ik dacht dat. Wel. Um, nee, niet echt, hè? weet weer te kijken hoeveel nee, niks. Nou, no probleem, man. Dit zou wel eens Costa Rica kunnen zijn. Dat is het eerste wat ik altijd denk: nee, niet Costa Rica. Wit, wit, wit. Dus dit is dan iets anders. Is dit? Het zijn geen hele grote de, 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 nummerborden, heet die dingen. License plates. Zou kunnen wij ze op Bolivia. Maar ik hoop dat jij me helpt. Ja, want dit is Mexico. <coughs> dat is al een mooi begin. Um, het lijkt me een redelijk grote stad te zijn. Dus ik heb het idee dat als ik de naam van de stad te weten kom. Dat ik wel een tekstlaag. Dat klinkt. Dat klinkt als een, als een plaats waar ik wel eens eerder van gehoord heb, dacht ik, maar. Misschien dat dat ingebeelde shit is. Dat zou niet de eerste keer zijn dat ik compleet mis zit. Kijk of hier misschien een oh, oh, bocht is weg. Um, een taxi, dat is een taxi. Heb je een naam? Nee. Heeft een van jullie een naam? Nee, zeg ik, nee. Nee, ja, Tesla moet het toch wel zijn. Maar waar was dat? Ik kan me die naam herinneren, maar is de naam van een van de staten misschien? Daar. Zou niet, niet, niet alles overboord? Zeker niet omdat de eerste twee zo geweldig goed waren, maar. Had het beter kunnen zijn. Uh, dit lijkt me Europa te zijn. En dan kijk ik met name naar de strook met. Ja, Hongarije. Slowakije, et cetera. Ja, dit, 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 dit lijkt heel erg op Slowakije, Hongarije, Tsjechië. In die richting, zeg maar. Zeker met, die, met, met het lettertype. Dat, dat is echt wel richting het idee van, in ieder geval. Oké, okay. oké, okay. uh, lastig. Het is in ieder geval uh, Tsjechië of Slowakije. Wat ik eigenlijk vooral hoop te vinden, waarop ik het altijd baseer, is de, weg, de wegwijzerborden. Als ik zo zou moeten kiezen, neig ik iets meer op dit moment naar Slowakije. Maar dat is meer een gevoel dan dat ik echt daadwerkelijk bewijs ervoor heb. Ik neig iets meer naar Slowakije dan naar uh, Tsjechië. Altijd leuk wanneer hij dit soort shit doet. Wanneer hij in één keer besluit, van: Ha! Jij wilt vooruit? Nee, dat doen we niet meer aan. Zoek maar een andere weg. De weg van. Weet ik wat. Um, dan moet ik hem zo meteen niet vergeten weg te zetten als het. Uh, maar dan hoop ik wel dat ik gelijk heb, want als dit uh, Tsjechië is en ik zet hem in Slowakije weg, dan denk ik wel dat het klaar is. Het is Slowakije. Ik weet het wel, zelfs een naam van Tetva, Defta. Daar dus, de, het is echt gewoon in de middel of een landweggetje, om het zo maar te zeggen. Over in de middel of een landweggetje gesproken. Dit geeft dan weer Baltische Staten gevoelachtig af. Nou weer niet meer, maar... Betekent niet dat hier gewoon niet een nieuwe weg kan liggen. Ik zou zeggen dat het nou eigenlijk meer richting Hongarije en Roemenië kruipt. Heel sterke voorkeur van Hongarije op dit moment. Maar. Oh, ja, 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 ja dat zag ik. Dat zag ik, en het is Hongarije. Hongarije. Oké, okay, m um, Misschien beter zoeken naar de plaatsnamen. 8, 5, daar. Kapoevaag daar, Sirak daar. Waar is Sirak? Daar is Sirak, dus dan zou je zeggen dat het zeer waarschijnlijk een van deze twee is. Als dus we terug naar. Welke kant ben ik opgegaan? Deze kant, denk ik. Hè? Ja. Moet ik moet kijken of ik een naambordje tegen. Ik dacht het niet. Ik dacht niet dat ik een bordje voorbijgeschoten was. Dag. Hoevech? Hoevech? Daar. Ovege. Ovege. Daar. Okay, dan zou het meest logische zijn om te komen van uh, de kant van dingen af. Dus dan zou we hier zijn. Ik denk niet dat we een kruising tegenkomen onderweg, toch? Dit moet als kruising tellen. Dan zou het eventueel hier kunnen zijn. Dit is een ding. Ja. Ik weet niet of hij dit telt als weg. Zijnde of dat dit. Die wegen zijn, want dan zouden we. Uh, waarschijnlijk hier staan. zoiets, net iets ervoor, We zullen het zien. Woehoe! 5000! Yeah! Nice! Nou, alleen, alleen Mexico echt een misser. Maar. Um, ja. Uh, daar staat het gewoon heel duidelijk. Ik, uh, nou. Gelukkig is het goed gekomen, maar die had beter gekund. Anyways, dat was het voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe Daily Challenge. En dan zeg ik, tot morgen.